Cambuur bij Leo Middelzee wordt mede mogelijk gemaakt door Brandsma, koffie, thee en apparatuur. We Safety, veiligheid doen we samen. En Fit 20, fit in 20 minuten per week. Trotse supporters van SC Cambuur. Erik Schouten, beetje wennen hè, zonder punt in de bus. Ja, dat is langer dan een jaar terug voor mij volgens mij. Dus ja, dat is zuur. Wat ging er mis? Als je een kort antwoord wil, dan denk ik dat de kansen misging. De kansen dus. Ja, want de eerste helft was Roda echt wel goed, maar de tweede helft, ja, waren jullie heer en meester, zoals gewoon bijna. Ook de eerste helft vind ik dat wij een paar hele goede kansen hebben gehad. Via onze rechterkant, denk ik. Alleen de eerste helft hebben we het gewoon niet zo goed uitgespeeld. En dat doen we de tweede helft doen we dat wel. Ja, ze speelden een beetje anders dan anders Roda. Hadden jullie dat ook verwacht? We hadden hier ook op getraind. De linksbuiten naar binnen kwam. Alleen we pakten dat niet helemaal goed op, vond ik verdedigend. En aanvallend hebben we gewoon niet de juiste poppetjes gevonden. Terwijl de ruimte er wel lag. Alleen er moet wat meer arbeid in het spel komen, vind ik. Meer arbeid? Bedoel je dan dat er wat actiever moet worden voorin? Nou ja, ik weet niet of je tactisch een beetje hebt opgelet, maar uiteindelijk stappen zij met de linksback door op onze hoge middenvelder. Waardoor je 1-op-1 komt voorin en dan moet er wat gebeuren. Misschien in de bal, misschien diep. En dan kan je denk ik om de havenklap kansen creëren. En daar schort het denk ik de eerste helft de vrije man daarin vinden, denk ik. Ja, ik heb op de radio gezegd, het lijkt wel of ze allemaal stilstaan voorin. Maar dat vonden jullie ook wel als jullie de bal hadden. Wat ik zeg, uiteindelijk lag de vrije man op de rechterkant. Midden hielden ze goed dicht. Roda deden ze goed. En wij moeten dat gewoon beter uitspelen. En misschien iets naar binnen, iets naar buiten. Het gaat vaak om kleine dingetjes. Alleen dat moeten we wel gaan zien. En, de tweede helft hebben we wat omgezet, ook in het druk zetten. En dat ging al een stuk beter. En toen was het de linkerhoek op middenveld die vrij kwam. En dat hebben we denk ik de tweede helft goed gedaan. Maar uiteindelijk moet je je kansen gaan maken. Want anders kan je voetballen tot je in ons weeg. Ja, want 2-0 valt al een beetje op een lullige manier. Maar toen die 2-1 viel, als ik toen een toto had moeten invullen, had ik hem op 2-2 gezet. Ja, maar zelfs bij 2-0 hadden wij in het veld het gevoel eigenlijk dat het gewoon kon. Omdat we sneden er redelijk tot makkelijk doorheen eigenlijk. En uiteindelijk moet hij dan een keer gaan vallen. En we maken 2-1 en dan heb je helemaal inderdaad het gevoel dat het 2-2 valt. Maar ook de 2-0 viel weer op zo'n vervelend moment en op een vervelende manier. Zij schiet een bal tegen iemand aan en die komt weer bij iemand anders die hem ook niet goed raakt en die dwarrelt zo. Maar goed, dat doen we onszelf aan. We belonen onszelf niet. En ik zei net ook al, we moeten echte mannen zijn. En vrijdag moeten er weer 3 punten meegenomen worden. Ja, is dit zo'n wedstrijd die je misschien een keertje hebt? Eigenlijk altijd wel elk seizoen? Ja, je kan niet het hele seizoen niet verliezen. Of tenminste, heel lang niet verliezen. Dus je weet dat je wel eens een keer gaat verliezen. Alleen, dat wil je zo lang mogelijk uitstellen. En ik hoop dat het ook de laatste keer was dit.